rustige kerst, Koptische kerk. Flat in brand, Gloriantlaan. En ANWB test Turbotol. Bij de Koptische kerk in Stratum was heel wat politie op de been. De kerk staat op een lijst van Al-Qaeda en zou tijdens de Koptische kerstviering doelwit kunnen zijn van een bomaanslag. De politie hoefde niet in actie te komen, het bleef rustig. En hoewel het zorgde voor een andere sfeer, bleven de meeste mensen er toch rustig onder. Wij voelen niks verschil aan andere jaren. Het is precies zelf andere jaren. Het is echt totaal geen verschil. Er waren ook net als anders genoeg volwassenen bij het kerstfeest. Maar veel kinderen ontbraken dit keer. Als iets gebeurt, dan kinderen zijn meestal de dupe van. Burgemeester Van Gijsel belde om sterkte te wensen. Maar ook de moslimgemeenschap in Eindhoven liet van zich horen. Ja, ik denk dat dat ook de beste inzet is. Dat wij met elkaar ook samenleven. Omdat we in de toekomst, mochten de rollen omgedraaid zijn. En dat zal zeker ook gaan gebeuren. Dat we elkaar kunnen helpen. Toch een samenleving kunnen zijn. Ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent, et cetera. Ja. Ze wilden eerst een cordon rond de kerk vormen, maar kozen uiteindelijk voor een boekje met steunbetuigingen. Om iets aan te kunnen bieden van een boodschap met daarin, er staat een boodschap voor ingeschreven door ons. En daarna konden mensen nog wat toevoegen. Dus dat zijn onze persoonlijke boodschappen aan de gemeenschap in Eindhoven, Koptische gemeenschap. En dat werd gewaardeerd. Ja, dat helpt zeker wel een beetje, maar het blijft nog pijnlijk, het blijft nog verdrietig en diep verdriet bij iedereen. Maar natuurlijk, we hebben een uiterlijks best gedaan. In de kerk hingen 24 foto's van de slachtoffers van de bomaanslag in Egypte. Het is gewoon een hard feit. Dat is het resultaat op dit moment. Kijk aan de leeftijden. Nog best jong. Die meisje kan je nog zien op haar Facebook. 3 uur van tevoren van... Lief goed, bedankt voor het mooie jaar en ik hoop dat het volgend jaar ook mooi wordt. Maar niet gehaald. Dat is dan slikken? Ja, inderdaad. Erg slikken. Zucht. Pijnlijk. Tijdens de dienst boden de moslims bloemen aan. Maar door alle emoties werd helemaal vergeten om het boekje aan te bieden. Dat werd later goed gemaakt. Ik heb er niet aan gedacht. Ik was met heel mijn gedachten eigenlijk dat alles een beetje goed loopt en dat we niet te lang blijven, want wij. Een brand vannacht in een flat aan de Gloriantlaan. De brand ontstond in een appartement. 2 bewoners raakten daarbij gewond en zijn door de brandweer gered. Bij die brand zijn 2 personen bevrijd en een 4-tal huisdieren, katten. Mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Daar gaat het naar omstandigheden redelijk mee. De brandweer was snel ter plaatse omdat 2 jongens die toevallig in de buurt waren de brand al snel zagen. En zij belden toen direct 112. Eerst wat we deden was meteen de brandweer bellen. Hij was daar verschrikken natuurlijk, want daar maak je die elke dag mee. Dus we waren al een beetje in paniek en we wisten niet wat we moesten doen. Dus eerst wat er dus opkwam, al die mensen eruit halen natuurlijk. Terwijl de jongens zoveel mogelijk bewoners wakker belden, arriveerde de brandweer. Er zijn ruim 30 personen geëvacueerd. En dat had alles te maken met toch wel een behoorlijke rookvorming vanuit de brand. Vooral het trappenhuis en de galerij die hing behoorlijk onder rook. En mensen die komen bij dit soort activiteiten altijd even zijn neus uit de deur steken. Dus die zijn geëvacueerd. De bewoners werden opgevangen op het parkeerterrein voor de flat. Ja, dat is even schrik. Ja. Als je midden in de nacht wakker wordt, gebeld en de politie aan de deur staat en je ziet dan zoveel rook, dan is het wel even schrik. Ja. Gelukkig konden ze na ongeveer een uurtje weer terug naar bed toen de brand geblust was en de rook was weggetrokken. Behalve het appartement waar de brand is ontstaan, heeft de flat maar weinig schade opgelopen. Eerst van de turbotol af en daarna een rapportcijfer geven. De glijbaan in de Tongelreep werd beoordeeld door kinderen. Ze moesten vragen beantwoorden over de snelheid, de gladheid en de temperatuur van de glijbaan. Uiteindelijk kwam daar een totaalcijfer uit. 9. 9,5. 9. 8. Of 9. 9. 9. 10. 10. Een hoog cijfer dus. Vooral de snelheid van de turbotol viel in de smaak. De draaikolk vooral en de snelheid. Het is eerst donker en dan wordt het licht en dan kom je in die tornado. En dan valt je erin, dat is leuk, dat is onverwacht en dan stof. Ik vind hem wel leuk en het gaat wel hard.
En hij gaat, oh ja, en hij is hoog. Dat is ook wel leuk. Dat was een heel leuke tol. Ik vind het heel leuk als het ineens naar beneden valt. Dat is leuk, want dan kom je in die tol en dan ga je in één keer rondjes draaien en dan splint je daarop. En dat is gewoon wel heel leuk. Het onderzoek werd gedaan door de ANWB, die op zoek is naar de leukste glijbaan van het land. De Turbotol is niet de enige die wordt beoordeeld. Er zijn er nog drie in de race. We hebben geprobeerd om vergelijkbare glijbanen te kiezen. Die qua snelheid en qua beleving ongeveer hetzelfde zijn. Om de wedstrijd wat spannender te maken. En we weten van glijbanen als de Turbotol dat het best wel spannende glijbanen zijn. Zelf heeft ze de tol natuurlijk ook uitgetest, maar dat was niet zo'n succes. Nou, ik ben er één keer op geweest en dat was ook wel gelijk de laatste keer, want ik vond hem te spannend. De winnaar wordt 24 februari bekendgemaakt en wint een uitzending in het e-magazine van de ANWB, de e-kampioen. In het park aan de Maria van Bourgondiëlaan is vanmiddag een verdacht pakketje tot ontploffing gebracht. De politie had de omgeving in een straal van 150 meter afgezet. Het zou gaan om een ijzeren pijp waar draadjes uitstaken. De explosieve eenheid van de landmacht was snel aanwezig om het pakketje te onderzoeken. Onrust, maar de omwonenden voelden zich toch nog wel veilig. Er zijn lint, dus ik voel me wel veilig. Kreeg u te horen? Van mijn buurman. Die kwam bij mij aan en die zei van, dat heb ik gehoord. Er is een of ander verdacht pakketje gevonden. Er zal wel een terrorist een bom in een park hebben gelegd. En wat dacht u toen? Dacht hij toen. Ik denk, ga eens kijken wat er aan de hand is, want ik denk dat het allemaal mee zal vallen. Of het om gevaarlijk explosief gaat, is nog niet duidelijk. De technische recherche is bezig met een onderzoek. De afzetting is opgeheven, er is geen verdachte. De gemeentelijke commissie heeft het ontwerp voor het Wilhelminaplein goedgekeurd. Het plein ondergaat een complete metamorfose. Op papier lijkt het allemaal prachtig. Een strook met parkeerplaatsen, twee fietsenstallingen en ruimte voor terrassen. Maar toch, niet iedereen is er even blij mee. Het probleem is dat alle wegen aan die kant verdwijnen. Dus de mensen in die straten, de Heilige Geeststraat en de Prins Hendrikstraat, kunnen niet meer rechtstreeks hun straatje in. Die moeten over dat plein. Wij voorzien alleen maar dat we straks heel moeilijk over het plein kunnen komen. En ook nog een gevaarlijke situatie creëren voor mensen die straatjes oversteken. En wij voelen ons dadelijk opgesloten in onze straat. De ondernemers aan het plein zien het wel zitten. Wij zijn al in een redelijk vroeg stadium benaderd door de gemeente. En zoals de plannen er nu uitzien, zijn wij daar als ondernemers erg blij mee. Positief allemaal. Ik denk dat het allemaal gunstig is voor de horeca hier en dat het allemaal veel beter van wordt. Het Wilhelminaplein verandert in een chaotisch verkeersplein, vreest Marijke van der Genuchten. Het karakteristieke gaat helemaal verloren. Je krijgt een smal plein waar heel veel bewegelijkheid op is en dat suggereren de plaatjes van het ontwerp niet. Dat lijkt of het een mooi wandelplein wordt, wat dus niet het geval is, want dit zit ons hoog. We vinden het eigenlijk onverantwoord, gevaarlijk en we hebben het gevoel dat het plein weg is, waar je weinig meer op kan organiseren. Het is een hartstikke mooi plein hier in Eindhoven en dat verdient gewoon even een opknapbeurt. Het is nog niet zover. Binnenkort organiseert de gemeente... Eindhoven heeft een extra geldbedrag gekregen van het Rijk om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken. Van dat bedrag krijgen bedrijven die werkloze jongeren een leer- en werktraject aanbieden zo'n 3000 euro. Dat hele project wordt van harte ondersteund door wethouder Brink. Wij proberen de jeugd juist een ondersteuning te geven door ze te helpen een baas te vinden, maar ook een leertraject daarbij aan te gaan, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Je helpt de werkgelegenheid een impuls te geven en aan de andere kant de jeugdigen die worden gekwalificeerd doordat ze bij een baas aan het werk zijn waar ze ook al een vak leren. Een bedrijf dat al lang bezig is met leer- en werktrajecten is VDL. Het bedrijf gebruikt daarvoor de ervaring die het heeft opgedaan bij het begeleiden van jongeren van het ROC. Ook zij volgen een leer- en werktraject. Zeg Johan, lukt het een beetje? Ja, dat lukt wel. Ja? Oké. Je hebt er bijna af, zie ik. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Voor de praktijkbegeleider maakt het niet zoveel uit wie hij begeleidt. Jongeren zijn jongeren. Nou, de moeilijkheden zijn net zoals bij andere jeugd gewoon op tijd komen. Zijn eigen aan de regels houden. Dat er toch iets gedaan moet worden voor het geld. Dat is wel zeer belangrijk natuurlijk bij de jeugd. En dat moeten ze eerst aanleren, normale sociale vaardigheden. Wat het traject populair maakt is dat je niet de hele dag op school hoeft te zitten. Ik leer op die manier gewoon het makkelijkste, dan leer ik gewoon het meest en het snelst. Dus school was ik eigenlijk helemaal beu en ik wil graag met mijn handen bezig zijn. Dus
daarom was dit eigenlijk wel de ideale uitkomst om dit te doen. Ze werken keihard om iets moois te bereiken. Als je opleiding mechatronica hebt gehad, heb je gewoon, ja, dan kun je zoveel doen. En omdat je heel breed opgeleid bent, kun je gewoon, ja, je hebt van alles waar al. En die mensen die zoeken ze de laatste tijd gewoon het meeste. En ik kan dus in principe zeggen van, ik kan bijna overal aan de slag in principe. Alles zo loopt als het nou loopt, dan wil ik hier wel blijven werken. En als dat lukt, dan is iedereen tevreden. Een tevreden mens is als ze een diploma halen en dat ze toch heel erg trots komen laten zien dat ze een diploma op zak hebben en een leuke baan eraan overhouden. Dat is de drijfveer van de praktijkopleider natuurlijk.